Ik ben zo blij dat jij er bent. Goedemorgen, meneer de burgemeester. Goedemorgen. Code zwart lijkt voorkomen te zijn. Geldt dat ook voor onze regio? Dat lijkt zo, inderdaad. Er worden wel voorbereidingen getroffen voor het geval dat. Maar gelukkig lijkt het voorlopig niet aan de orde. Dus de druk op het ziekenhuis neemt nu af? Nou, iets misschien, maar de druk blijft groot op de hele zorg. En dat is wel een probleem. Er is natuurlijk ook druk op de thuiszorg en op de verpleeg- en de verzorgingstehuizen. Ook door ziekteverzuim, het harde werken wat daar moet. En dat betekent dat de mensen niet zo snel het ziekenhuis meer uitgaan. Dus er komen wel minder mensen in, maar ze gaan er minder snel uit. Is er al meer bekend over het zogenaamde Zuid-Afrikaanse virus? Want die kan alles nog wel dramatisch verergeren. Ja, niet zo specifiek voor de regio. Je ziet dat natuurlijk in het algemeen, dat die Omicron variant toch gaat groeien en besmettelijker is. Maar wat het exact betekent, dat heeft niemand nog precies kunnen vertellen. De Jong heeft beloofd dat de 60-plussers het boostervaccin voor januari nog zullen krijgen. Gaat dat ook in onze regio lukken? Nou ja, dat hoop ik wel. Het is voorlopig nog op afspraken. Er zijn nu weer vier grote locaties in bedrijf, ook voor de booster in Ede, Voorthuizen, in Elst en Papendal. Voorlopig is het nog op afspraak, maar er wordt steeds meer tempo gemaakt. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van de komende persconferentie? Er lijkt niet zoveel veranderd te zijn. Nee, nou ja, het is gelukkig wel iets teruggelopen natuurlijk, maar nog niet veel. Ik verwacht zelf dat de huidige maatregelen, met misschien een kleine versoepeling voor het thuisbezoek, maar dat die doorgetrokken worden tot na de kerst, misschien wel tot na oud en nieuw. De kabinetsformatie is zo goed als rond. Hebben we nog iets anders van het nieuwe kabinet te verwachten met betrekking tot COVID? Ja, ik denk dat het virus zich weinig aantrekt van een nieuw kabinet. Dat blijft natuurlijk hetzelfde virus. Dus ja, ik verwacht op dat vlak weinig andere dingen. Het virus blijft onvoorspelbaar en dat verandert niet door een nieuw kabinet. Die zou misschien wat doortastender kunnen zijn. Dat zullen we zien. Maar ja, voorlopig, er zijn steeds zoveel onzekerheden dat ik ook niet verwacht dat een nieuw kabinet dat eventjes in de handomdraai kan oplossen allemaal. Dat zou wat zijn. Fijn, dank u wel. Welkom bij Café Brasserie Zeldzaam uit Veenendaal. Mijn naam is Michelle Bisschop en we gaan vandaag weer lekker koken met een nieuwe gast. Govert, welkom. Dank je wel. Ja. Ik vind het leuk. Leuk, we gaan lekker wat gaan maken. We doen? We gaan hert maken. Oeh. Hertenbiefstuk. Die hebben we hier al liggen. Mooie Veluwse hertenbiefstukken, geportioneerd en wel, 200 gram. Gaan we zo even zouten en gaan we ze lekker bakken. Lekker. Jullie kennen mij misschien wel niet. Ik ben deels fotograaf, deels werk bij de Heren van de Wijn als in de winkel in Veendaal. En ik hou van het gastronomische en ik ben echt een Bourgondier puur sang. Wat gaan we doen? Hert, gaan we even zouten, om en om. Ja. Zo. We gaan het bakken in neutrale olie. Welke olie? Ik heb zonnebloemolie gepakt, daar bakken wij in principe altijd in. Zo, het vlees bakken we 2 minuten om en op. Nou, hou maar even in de gaten. En later voegen we nog lekker wat boter toe. Even spelen met het vlees. Gewoon eroverheen, lekker goed en brood. Ja. En waarom doe je dat dan? Zodat hij mooi goudbruin wordt. Oké. Okay. Nou, het vlees is nu lekker gebakken. Dat gaan we in de lage temperatuur overdoen van Handy. Die staat op 110 graden. Het is een constante oven. Thuis kan je het bijvoorbeeld ook gewoon in een normale oven doen. Tussen de 110 en de 120 graden. En dan, dan is hij mooi gegaard. En dan laat je een kwartiertje. Ja, wat we erbij gaan serveren zijn nog wat spruitjes. Nou, spruitjes, die gaan we koken. Gaan we ze daarna nog even lekker bakken. Met wat paddenstoeltjes, die hebben we ook nog hier. De spruitjes zijn voorgekookt. Die gaan we zo alleen nog even bakken samen met de paddenstoelen. Die bakken we eerst goudbruin, zodat ze mooi gaar zijn. Eerst even in neutrale olie, die kan je wat meer verhitten. En dan voegen we later wat boter toe, ook weer voor de smaak.
gaan doen met de spruiten. We gaan ze ook nog karamelliseren met honing. Oké, dus dan worden ze wel... Het bittertje gaat er iets uit. Ja, dat gaat eruit. Dus dan is dat wel lekker. Dan is zo'n Pinot Noir wel lekker natuurlijk. De honing. Dat mag jij doen. Veel, weinig? Nou, kies maar wat. Ja, weet ik niet. Jij bent chefje, hè? Ja, dat is mooi. Top, ja. Wat moet daar niet nog een klein knoflookje doorheen of zo? Hey, die is goed. Dat gaan we doen. Is ook lekker om dat zoete toch weer een beetje te... Ja. Dat dacht ik. Ik heb hier ook nog wat kruidenzout. Kruidenzout heb ik gemaakt van rozemarijn en tijm. En dan fijn gedraaid met zout. Ook nog lekker erbij. Zo. Handje eroverheen, klaar. Gaan we verder met de aardappelmousseline. Ik heb de aardappel al in blokjes gesneden, opgezet in water. Klein beetje zout toegevoegd. Gaan we koken totdat het mooi gaar is. Fijn stampen en wat boter en wat kokeroom voegen we toe. Op smaak brengen, nog met peper en zout. En dan voegen we toe in een spuitzak, zodat we mooie toefjes kunnen maken eigenlijk. En dan gaan we zo het bord opmaken. En waar heb je het zoetje dan van gemaakt? Dit is een basis wildjus, die kopen wij zo in. En die maken wij nog verder zelf op smaak met wat kruiden, wat specerijen. En we voegen er ook nog wat extra port aan toe. Ook nog even iets zoeter. Hertenbierstuk is mooi gegaard. Zal ik snijden. Spruiten kunnen op het bord. Doe maar die. Dan hebben we hier het hert. Zoet je eroverheen? Ja, zo. En dan de jus mooi. Lekker royaal. Ik heb nog wat kervel erbij. Dat zijn wat takjes kruiden. Nou, dat was hem zo. Onze creatie van hertenbiefstuk. Pas op eens heet. Met aardappelmousseline. Gebakken spruitjes, gekaramelliseerd en met wat paddenstoelen. Gemaakt door Govert. Nee, en door mij. Michel. Cheers! Proost. Proost. Salut. Lekker zacht hoor. Mmm. Lekker hoor. Hoi, ik ben Niels Mellema en een van mijn passies is bierbrouwen. Hoe bent u daarmee in aanraking gekomen? Om een kort verhaal lang te maken, een buurman die vroeg aan mij... wil jij mij een keer helpen met het brouwen, want ik heb een pakket gekregen. Daar kwam niks van terecht. Toen ben ik met de directeur van de school waar ik werk... hadden we het over meer brouwerijen. Ik zei, dat is nog iets wat op mijn bucketlist staat. Hij zegt, wat let je? Ik zeg, de tijd. Hij zegt, daar heb je een punt. En toevalligerwijs vroeg mijn echtgenote 2 dagen later... heb jij zin om mee te gaan naar een leverancier voor wekproducten. En dan maken ze ook, verkopen ze ook bierproducten. Ik heb aan de verkoopster gevraagd van... joh, ik wil bier gaan brouwen. Hoe doe ik dat? Toen zegt zij, er staat hier genoeg. Ik zei, dat maakt het dan ook lastig. Nou, ik ben geholpen en ik ben begonnen met gewoon een heel simpel... dat is een blik, is dan een hele dikke wort. Voordeel is, je doet dat gewoon in een hete water... Je laat het afkoelen, je doet er gist erbij en als je geluk hebt is het iets wat op bier lijkt. Het was het lekkerste bier wat ik ooit gedronken heb. De waarheid gebied, dat als ik bij een supermarkt of dergelijke had gehaald, dat ik zoiets had van waar is het bonnetje, want ik breng de rest terug. Ja. Alles wat ik fout kon doen, heb ik ook fout gedaan, dus er zaten heel veel leermomenten in. En toen ik dat zat was, heb ik me ingeschreven bij het Edes Wijn en Biergilde. Daar geven ze cursussen. Ze hebben 1 keer in het jaar een gezamenlijke brouwdag. Dus ik heb nu 50 kilo mout in huis staan voor de gezamenlijke brouwdag die we volgende maand hebben. Dus daar heb ik mijn hobby uitgebreid. Hoofdgrondstof is water. Daarna gebruik je mout, dus dat is voornamelijk gerst. Dat wordt gemout, dus dat doen ze door middel van verwarmen. Verschillende temperaturen geven verschillende mouten, waardoor je ook verschillende soorten bier hebt. Vervolgens gaat de hop in en als laatste gaat de gist. En het schijnt dat 70% van de smaak veroorzaakt wordt door de gist. Ik heb tot de hele toe nooit hetzelfde gemaakt.
Iedere keer weer anders. Elke keer wat anders, ja. U gaat waarschijnlijk in verenigingsverband onderling elkaars bieren proeven. Ja. Dat is een feestje, denk ik. Dat kan een feestje zijn. Maar niet elk bier is even lekker. Hoe dan ook. We doen ook wel commerciële bieren. En op een gegeven moment is het wel leuk. Degene die presenteerde zei, dit is verkozen tot het beste bier van de wereld. Waarop ik zei, van volgens mij was de keurmeester ziek, want de spul is niet te zuip. Wat ook wel leuk is, ik had op een gegeven moment een rabarberbier gemaakt. Had ik een flesje aan mijn zwager gegeven en een flesje aan een collega. En ik had mijn zwager aan de telefoon. Hij zegt, die bocht moet je echt beloven dat je dat nooit meer maakt. En tegelijkertijd verscheen er een appje op mijn beeldscherm van die collega. Ik zit met mijn zoon in de achtertuin te genieten van je rabarberbier. Kun je me daar een kratje van doen? En als een kijker zegt van, nou, ik zou jouw bier wel eens willen proeven. Kan dat dan eigenlijk wel? Kun je het kopen? Nee, dat mag niet. Want dan zit je met je warenwet en dergelijke. Heel officieel zou ik mijn bier niet eens mee mogen nemen naar het gilde. Dus een echte bierliefhebber die moet gewoon lid worden van uw gilde. Ja, ja. Nou kan ik me voorstellen voor de echte bierliefhebber zeggen, oh, dat is misschien nog wel goedkoper dan het in de winkel te kopen. En ook helemaal mijn smaak. Dat klopt helemaal. Het is beduidend goedkoop, want ik denk dat ik zo'n 50 cent voor een flesje bier, aan een flesje bier kwijt ben. Nou is bier één van de passies, maar is het omdat u deze bierpassie heeft dat uw vrouw maar van uit nood aan wijn is begonnen? Nee, ook al niet. We hadden het met een druivenstruik. En heel veel druiven, dus echt een mooie oogst. De wespen die vonden ook dat het een hele lekkere oogst was. Ik zeg, we moeten er wat mee. En toen zijn we naar diezelfde groothandel gegaan. Eigenlijk voor mij. En ik zeg, waarom ga jij dan niet wijn maken? Dat moet je niet met een druif doen die gewoon bij je huis hangt. Want toen de wijn klaar was, heb ik hem naast azijn neergezet. En de azijn werd ontzettend chagrijnig. Die zegt, hoe kun jij nou zuurder zijn dan ik? Dus je moet er wel echt wijndruiven voor gebruiken of je gebruikt gewone vruchten. Want appels, peren zijn ook prima geschikt.